Onze eerste spreekster. Ik zei al, het is de avond van het weerzien. Want vorig jaar hield Linette Dijk een vlammend betoog over het stadstrand. Dat was een Pecha Kucha presentatie tijdens de Dag van de Architectuur. Ze vertelde daar heel erg over het beeld van het stadstrand. Ze is namelijk beeldend kunstenaar. En dus inmiddels ook een ervaringsdeskundige. Ze zou in april bij ons zijn, naar aanleiding van die presentatie. Toen nog in de Lampriet, bij de vorige Pecha Kucha editie. Maar ze werd ziek, ze kreeg griep. Dat was jammer. Vanavond laat ze zich wel zien, hier op het podium. En ze laat vooral meer van zichzelf zien. Mag ik een applaus voor onze eerste spreekster, Linette Dijk. Een stadshart verdient een stadsgezicht. Dat was de titel van mijn vorige presentatie. En inderdaad onder andere de aanleiding waardoor ik nu beelden voor het centrum van Veenendaal ga maken. Het was ook de aanleiding inderdaad van mijn presentatie vanavond voor u met de titel Omdat ik leef, Under Construction. In de aanloop daarnaartoe word je dan gevraagd om een biografie aan te leveren. Een biografie. Bios betekent leven, je levensverhaal. Maar wat vertel je dan? Vertel je dan je doelen? Of wat je bereikt hebt? Of de hele weg ernaartoe? Wat is je levensverhaal? Zoveel vragen en ook zoveel antwoorden. Een van de eerste vragen die ik had als zo'n klein meisje. Mam, waarom leef ik eigenlijk? Omdat ik leef? De vraag, waarom leef ik eigenlijk? Iemand die ook terugging naar zijn kindertijd was Eddo Hartman, fotograaf. En hij maakte de fotoreportage Hier woont mijn huis. Prachtig om te zien, er zit ook een heel fantastisch verhaal achter. Daar gaat het mij nu even niet om vanavond. Het gaat mij om de chaos die je ziet in de foto, in zijn ouderlijk huis. Chaos. Jordan B. Peterson die zegt, als klinisch psycholoog en cultuurhistoricus, chaos is de voorwaarde om iets te creëren. Chaos is de potentie van dat wat kan zijn. Met chaos en met vragen trek ik mij soms even terug. Bijvoorbeeld op mijn geliefde eiland Vlieland. En de zee verbeeldt het voor mij heel erg mooi. Bij ebb trekt het water zich ook echt even helemaal terug. Staat het stil. En dan kan de vloed komen. Vassalis schreef het gedicht Ebb. Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat. Elke minuut zet zich in toekomst om. Toekomst. Wat is dan die toekomst voor mij als vrouwelijk beeldend kunstenaar? Er ging een keer een hashtag viral. 5 Women Artists. Met de vraag, kunt u 5 bekende vrouwelijke beeldende kunstenaars noemen? En vanavond stel ik die vraag aan u. De meeste mensen kunnen het niet. En is dat dan mijn toekomst? Toen ik mezelf een keer terugtrok in Amsterdam om inspiratie op te doen, kwam ik de tekst tegen, wake me up when I'm famous. En heel vaak willen we natuurlijk ook graag daar zijn waar we onze doelen stellen. Willen we er eigenlijk al zijn. En het komt omdat er ook zo vaak zoveel misgaat op de weg ernaartoe. Bijvoorbeeld als je dan genomineerd wordt voor de cultuurprijs. En de interviewer weet eigenlijk niet eens wat je doet als beeldend kunstenaar. Maar nog veel vaker gaat er wat mis bij jezelf. En Wende Snijders die zegt het in haar theatervoorstelling Mens heel erg mooi. Met het lied Deze Gin. Ik doe mijn woord, maar vaak verkeerd. Maar dat is gewoon omdat ik leef. En in de vertolking van Ramses Shaffi, Mens durft te leven. Hou een hart vol liefde in je borst, maar wees op je eigen vierkante meter een vorst. Want wat je zoekt, kan geen ander je geven. Mens, durf te leven. Dat is je feestschoenen aantrekken, maar ook je werkschoenen. Want wat je zoekt, kan geen ander je geven. Dat is vier je eigen leven, maar alleen jij kunt je vragen beantwoorden. Dat is een proces van vraag en antwoord, van chaos en creatie. Dat is van zoeken, van gouden pumps en kistjes met verfspetters.
Op mijn website www.linette.nl heb ik de tekst van Augustinus staan. In een wereld vol rampen, wanorde, bedrog, chaos, is schoonheid soms het enige dat je kunt vertrouwen. Je wijden aan het scheppen of genieten van kunst kan dus een ernstige zaak zijn. Niet zozeer een middel om aan de realiteit te ontsnappen, veel eer een middel om vast te houden aan dat wat echt is. Bij vragen, bij chaos, kunt u ook dan uzelf recht aankijken. Dat is waar kunst over gaat. Kunst vraagt durf. Durf niet alleen van de kunstenaar, maar ook van de mensen die investeren in kunst. La Danse van Matisse. Shuken, een rijke Russische textielhandelaar, die verzamelde zijn werk en hij schrijft op een gegeven moment aan hem: ik heb de moed niet om je werk te laten zien. Ik schaam me zo. En dat komt omdat in die tijd Matisse heel gewaagd was. En hij doet het toch. Durf. Daardoor kennen wij nu Matisse. Durf ook voor de stad in Frankrijk, die investeert in Rodin op zijn 40ste, waardoor hij een vrije opdracht kreeg en de poorten van de hel creëerde. Hij heeft zijn hele leven erover gedaan, 50 mensen in dienst kunnen nemen en zijn oeuvre kunnen opbouwen. Daardoor kennen wij nu Rodin. Durf. Ik zei het al, ik mag levensgrote beelden voor het centrum van Veenendaal gaan maken. En heel veel mensen vragen mij ook geregeld, en wat ga je nou maken? Laten zien, hoe gaat het eruit zien? En zelf, ik denk ook, ik zou ook zo graag al daar willen zijn. Kijk, dat wordt het. Mijn app, mijn vloed, mijn vragen, mijn antwoorden, mijn chaos, mijn creatie. Wat is het uwe? Ik durf, omdat ik leef.